Goedemiddag. Goedemiddag. Jullie zijn van het besproken woord? Dat klopt. Ah, leuk, op de goede plek. Zo, is het misschien leuk als ik even wat over mezelf vertel? Ik ben Linda, ik ben de vrouw van Anton Bouwhuis, de afdelingshoofd van de SCH. Hij is met de sabbatical, maar heeft zoveel over jullie verteld. Ik denk, kom een keer kijken. Linda? Roep? Hoor jij hier ook bij? Ja, al heel lang. Maar wat brengt jou hier? Prachtig. Ik heb het in één ruk uitgelezen. Ik ben zo benieuwd wat iedereen ervan vindt. Jij weet dat dit een leesclub is voor het personeel van het AZM? En voor familie van, toch? Tenminste, dat heeft Anton altijd verteld. Weet ik niks van. Oh, nee? Oh, dat is ook wat. Zou Anton erbij komen dan? Maar goed, daar wil je toch niet vanaf laten hangen of ik mag blijven of niet? Zijn toch allemaal literatuurliefhebbers onder elkaar? Ja, dat vond ik zo treffend, zoals ze dat beschrijft. Ik sta zelf ook wel eens zo te tobben in een pashokje. Ja, nou, handen opsteken wie dat nog nooit heeft meegemaakt. Want je koopt geen kleding? Jawel, online. Complimenten, je hebt een goede smaak. Waar zit voor jou de grootste omslag in het verhaal voor Camilla? Oeh, jij gelooft niet dat ik het heb gelezen. Nou, komt-ie hoor. Daar stond ik dan. Op dat verlaten station te wachten op de ochtend en op de eerste trein die zou vertrekken. En ik wist het. Het maakt niet uit waarheen die gaat. Ik wilde andere geuren voelen, andere kleuren ervaren. Het moest. Neem me mee, trein, dacht ik. Zoef me naar de rest van mijn leven. Waai me weg van hier. Mooi. Ik had zelf eigenlijk een ander moment, maar ik vind dit veel beter gekozen. Ja, ik voelde echt een connectie met Camilla. Het trof me echt heel diep. Nou, dit lijkt me meteen een heel mooi moment om te vragen wie wil dat jij bij het besproken woord blijft. Mijn stem heb je in ieder geval. De mijne ook. Ja. Welkom. Oh, wat lief. Hartstikke leuk.